Maar deze is toch wel zo'n 7000 jaar oud. Kijk. Edwin. Ja. Ja, lugubere vondsten in dat museumdepot van jou. Ik doe even mijn handschoentjes aan ook. Ja. Wat is dit? Dit is een hond. Nou, is ja. Een stukje hond. Is een, ja, de hele bovenkant, de bovenkaak van een hond. Ja. Maar dit is een hond. Oké. Okay. Hij is... Op zich denk je, nou, dat is niet heel bijzonder. Daar hebben we er wel meer van. Dus, ja, daar dat vind je we. Er wel meer van. Ja. Maar deze is toch wel zo'n 7000 jaar oud. Kijk. Ja. Steentijd. Steentijd, ja, ja. En deze is gevonden, opgegraven in de buurt van Den Ham, bij de Lindenbeek. Den Ham, Vroomshoop? Ja, precies. Dat is deze jongen opgegroeid, ja. Hè? Dus ja. Dat kennen we wel. Ja, ja. Maar aan de Lindenbeek opgegraven, 7000 jaar oud. Ja, ja, ja. Je moet je voorstellen... En als jij zegt hond, heel even, hè, dan bedoel je ook echt hond? Ja, echt hond. Geen wolf. Nee, echt, maar een gedomesticeerd Ja, precies. Dus beest. Deze die heeft ooit... Een boerderij waarschijnlijk bewaakt voor tegen wilde dieren, tegen overvallers. Hè, honden die leven al hele tijd samen met mensen en die zijn steeds meer aangepast. Ja. Hè, zo, ik weet niet, van 17.000 jaar terug dat echt die verbondenheid gekomen is. Deze is 7.000 jaar terug, dat is... Ja, dus echt niet heel erg ver voordat die echt die klik gemaakt werd tussen mensen en hond. Nee. En, want voor die tijd waren we jagers, verzamelaars, dus ja, dan was het kort daarvoor. Ja, misschien ook wel nodig om je kamp te bewaken of zo, maar hè, dus dat zal ook nog wel gebeurd zijn. Ja, maar dat samenleven van dieren en mensen, ja. Ja. Dat is echt uit deze tijd eigenlijk. Dat is echt uit deze tijd. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. In 1944 ging men de Lindenbeek kanaliseren, efficiënter maken, sluisjes maken. Men ging dat een beetje uitgraven en men vond op allerlei plekken daar bij dat uitgraven allerlei botten van dieren en ook van mensen, menselijke gebruiksvoorwerpen en zo. 5000 voor Christus, 7000 jaar terug. Ja, oké. Okay. Ja. 5000 voor Christus. Ja, en ik weet het, doordat er zijn twee stukken gewei die bij één zo'n vondstcomplex, die zijn met een C14-methode getoetst en die waren 5200 voor Christus. Oké. Okay. Dus in die periode was daar al een menselijke nederzetting, een soort boerderij, een gemeenschap. Ja, 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 ja. En de oudste voorwerpen die gevonden zijn al van 11.000 voor Christus, zo. Echt nog veel verder daarvoor. En wat voor voorwerpen zijn dat? Met name van dieren. Dus, en dan heb je het ook over gedomesticeerde dieren, want wilde dieren is niet zo... Of... Nou ja, 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 dit is dan een hond. Ja. Dit is van een beer, een schouderblad van een beer. Oké. Okay. Dus die is daar ook bij gevonden. En een wilde beer in die tijd. Ja, wilde beer, ja. Ja, ja, ja. Wat wel grappig is... geen tamme beer. Een circusbeer. Ging de kampen rond van de jagers en verzamelaars om geld op te halen. Zo vergeet nog niet. Nee, maar wat het aardig is, je vindt bij die vindplaatsen bij de Lindenbeek, vind je echt gedomesticeerde dieren. Je vindt wat je nu zeg maar als huisdier. Ja. Je vindt honden, we vinden ook botjes van katten. Dus kennelijk waren ook katten. Maar dat is op zich misschien nog wel bijzonderder als een hond. Want honden leven eigenlijk al langer samen met mensen samen als katten. Ja. Dus ja, honden en katten vind je. Dus eigenlijk nou, dieren die je nou ook op de boerderij vindt. Ja. Maar je vindt ook schapen. Je vindt ook runderen. Ja, en veel wild zwijnen. Ik denk niet dat ze die zwijnen hebben gehouden. Maar ja, weet ik niet. Je vindt ook veel zwijnenresten. Dus je vindt eigenlijk de nutsdieren. He, dus de schapen, dus schapen, die ze gehouden hebben voor de vlees en voor de melk misschien. Ja, ja. Je vindt de waakdieren, de dieren op de boerderij. En je vindt allerlei wilde dieren, zoals herten en beren, bevers. Vind je ook allemaal botten. Dat vind je allemaal bij elkaar. En wat je daarnaast nog veel vindt, daar is allerlei gebruiksvoorwerpen. Dus door mensen gemaakt. Allemaal van gewei. Dus, gebruiksvoorwerpen gemaakt van gewei. Ja, ik zal even wat laten zien. Ja, oké. Okay. Dit is gewoon een bijl. Ja, van hert. Hè. Ik zei van alles van hert. Ja. Zie je het? Uit de steentijd kan zien. Hè. Stenen bijl. Prachtig ding, mooi handvat. Ja, yes, echt prachtig. En een heel mooi ding. Deze is gevonden in Vroomshoop. In Vroomshoop. Bij de Lindenbeek. Ja. Als ik dat geweten had, ja. Joh, maar ik had de hele flikkers bende eraf gegraven.
Ongeveer 2 meter diepte lag, dus je moest wel even, even spitten. Ja, ja. Nou, dus dan een bijl. Ja. Nou, dus je hebt ze nog steeds, een guts. Ja. Ook weer van gewei. Okay. Er is daar ook een kano gevonden. Dus de restant van een kano. Ja. Grappig, joh. Ja. Ja. Dus echt al een behoorlijk ontwikkelde beschaving. Want eigenlijk zijn de vondsten die ze daar gedaan hebben, zijn vanaf 11.000 voor Christus tot aan de middeleeuwen. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat gebied sinds 11.000 voor Christus doorlopend bewoning heeft gehad. Bewoning geweest, ja. 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 Al deze laadjes zitten allemaal vol met name dierlijke... Deze laadjes allemaal? Ja, ja. Dit is een enorme hoeveelheid. Ja, dit is allemaal dierlijk materiaal van bevers, paarden, oeros, beer. Nou, ik heb het net een paar laten zien. Ja. Dat ligt allemaal bij ons. En in het bodemarchief in Deventer, daar ligt eigenlijk alles wat door mensen gemaakt is. Okay. En we hebben een aantal, om die ook te laten zien in de tentoonstelling, die heb ik nou even hier gehaald. Ja. Maar om te laten zien van, nou ja, het is echt een hele collectie met spul wat daar gevonden is. Ja, maar dan hebben we dus wilde dieren. Nou, dat lijkt me niet zo vreemd, die vind je, kan ik me voorstellen, overal. Maar gebruiksvoorwerpen, gedomesticeerde dieren en vee. Ja. Wat vertelt ons dat, behalve dan dat het gebied al vanaf 11.000 voor Christus bewoond is? Ja, nou ja, je kan je wel voorstellen van dat gebied is deels, was dat ja, best wel moerassig. Je zit bij zo'n riviertje, zo'n beek, hè, dus dat heeft vaak een beetje hoger oever, een beetje zandig oeverwal. Dat is natuurlijk plezierig wonen. Je kan daar vissen, je kan daar varen, je kan transport, je kan daar wat water, transport, voedsel. Je kan landbouw kan je beoefenen, ja. Je kan daar makkelijk water toevoeren. Je hebt geen gedoe met moerasachtige dingen. Dus vandaar, ik denk, een hele gunstige vestigingsplek was om daar gewoon te wonen. Nou ja, ik heb er een plezierige jeugd gehad, dus wat dat betreft kan ik ze geen ongelijk geven, die jongens. Ja. In 1944 is dus bij de verbreding van die Lindebeek, waar de sluisjes gebouwd zijn, daar hebben ze het eigenlijk gevonden. En ja, wat ze eigenlijk wel vonden, is wel dat veel van die spullen lagen bij elkaar van die natuurlijk. Hè. Dus men denkt nu van, is dat er nou daar neergelegd of is dat nou in die rivier gevallen en is dat daar naar rustige water gespoeld en bij elkaar gekomen? Hè, dat weten ze niet echt. Het is echt een bijzondere plek van permanente bewoning in Nederland. Er zijn er niet veel die plekken in Nederland waar continu de bewoning is geweest. Hij heeft dat toch wat cachet gekregen. Daar. Ja. Ik vertel nu toch met iets meer trots dat ik in die omgeving ben opgegroeid. Ja. Mooi. Ja. Dank je. Graag gedaan.